En naar aanleiding van een bericht dat wij maandag jongstleden hebben uitgezonden, willen wij een rectificatie plegen. In het bericht is namelijk aangegeven dat ambtenaren per 1 oktober een loonsverhoging van 50% zouden krijgen. Maar dat is dus niet het geval. Volgens Michael Miskin, hij is secretaris-generaal van de CLO, moet de regering nog aangeven wanneer de aangekondigde verhoging zal ingaan. Op een vandaag gehouden persconferentie heeft Miskin gezegd dat president Santokki op 12 september aan de CLO kenbaar heeft gemaakt bereid te zijn een financiële verhoging te geven aan de ambtenaren. Dat ik nog geïnformeerd word daarover. Dat is de status van dat ding. Ik heb wel in de media gezien dat er is gezegd dat het al rond is, maar het is nog niet rond. Ik moet nog vernemen van de regering wat er precies gedaan gaat worden, wat de ambtenaren zullen krijgen. Binnenkort zal er dus weer een gesprek zijn met een regeringsfunctionaris. Ik heb reeds een bericht gestuurd dat ik dus bij het volgende gesprek toch graag wil weten of de regering al een besluit heeft genomen wat ze de ambtenaren gaat geven. Afspraak met de president was dat de president zijn best zou doen om het 1 september te laten gebeuren. Maar zo niet als dat niet zou lukken, eind oktober. Dus eigenlijk is er al een datum genoemd, oktober. Maar je wil weten van wat wordt het? Bekrachtigd worden. Nee. Dus ik zeg van, dus er is al een datum genoemd, oktober, maar je wil weten wat er gegeven gaat worden. Ja. Op de persconferentie heeft Miskin 4 overeenkomsten besproken. 1 daarvan gaat over de belastingen. In deze overeenkomst is opgenomen dat de heffingskorting moet worden voortgezet totdat de belastingschijven zijn gewijzigd. Per 1 januari 2022 moet de BTW komen en bij het invoeren van de BTW wil de vakbeweging, dus niet alleen CLO, de vakbeweging wil graag dat dus de loonbelasting helemaal verdwijnt. Daarover hebben we gesproken. Michael Miskin, secretaris-generaal van de CLO, vandaag op een persconferentie. Hij benadrukte dat de regering nog moet aangeven wanneer de loonsverhoging voor ambtenaren ingaat.